Hallo, goedendag. Het is hier met de recensent van Gent. Ik ga eerlijk zijn, ik heb toch wel vrij veel goeds om eens te recenseren. Maar zoals ziet, is er hier geen old recenseren. Dus ben ik op het geniale idee gekomen. Ik ga stickers recenseren. Waarom? Er zit overal in Gent. Dat is fantastisch. Je ziet dat, maar je ziet dat ook niet. Daar zit daar zoveel verhaal, zoveel dingen achter. En vlak, kijk, hier hebben we ook de originele stickeraar, de Jacob. Je ziet, hij heeft een collectie stickers en al. Begin met om te checken. Je ziet al alle soorten stickers. Twee scharen, een schip, een verkeerspaal. Vraag je af waarom? Achtervelden, klaar om te stickeren. Knal, hè? Om duidelijk te maken aan de mensen. Die sticker moet hier geplakt worden. Die hebben we al gevonden. Dus nu gaan we daar de minder getaleerde sticker plakken. Al wat ik zeg is dicht thuis. Al wat ik zie is dicht thuis. Al wat ik doe is dicht thuis. Elke straat, elke steen. Nou, wat mij ook vrij is opgevallen, deze tijden zijn er veel meer stickers ook. Kijk, je ziet dat. Dat is een stickermuur. Maar dat zijn niet persoonlijk mijn favoriete stickers. Hier, dat zijn goede stickers. Dat is een manke. En dat is een goede sticker, hè? Dus zo. Wat zit daar verhaal achter? Het zou wel zijn, het zit daar vrij veel verhaal achter. Een schone boodschap eigenlijk. Best internet, maar dan dacht ik hier heb je no flas voor racisme. Inderdaad, racisme, dat is niet goed. En vrede kleuren, dat is wel goed. Zwijgen is geen optie. Inderdaad, ik ben ook geen fan van zwijgen. Want sommige dingen moeten vertaald worden, moeten gerecenseerd worden. Voilà, kijk, elektriciteitsbox, dat is een grote stickerbron. Dat is een verzameling, hier komt er kunst op. Maar je ziet dat afgewerkt met een vlogske. Ons ventje van daarnet, een keer terug, zijn verhaal. Hier een vlinder, ook schoon. Letters waar niemand iets van snapt. Kunst, hoor. Gent is. Met vijf kleuren. Wie verstaat dat? Niemand. Prachtig toch. Hier, kijk. Zit er bijna naast kijken, hè? Ze zijn soms schoon verbogen. Voilà, en die walletje, pijsk. Kijk, die is al ontstickerd. Vreed, eigenlijk. Dat zijn al die verhalen die weggedaan zijn. Voor, waarom? Hier, heb je dat? Is dat schoon? Nee. Kijk. Al die verhalen. Hier, daar, over elkaar. Dat is een kunstwerk op zijn eigen geworden. Over elkaar ingevloeid. Wat ik zie is dicht thuis. Wat ik doe is dicht thuis. Elke straat, elke steen, elke blok, elke buurt, elke noek, elke steenstap. Zo'n hulp, meer represent. Dicht thuis. Wat ik zeg is dicht thuis. Wat ik zie is dicht thuis. Wat ik doe is dicht thuis. Elke straat, elke steen, elke blok, elke buurt, elke noek, elke steenstap. Wat kijk, je ziet al, dat is hier eigenlijk nog een redelijk maagdelijke paal. Onlangs een eerste stickertje gekregen. En het schoontje ook dan nog. Voilà, kijk. Ik zei, lieve Gentenaar, een goede oproep. Hè? Plakt hem vol. Gebeurt er toch nog iets mee? Paal, nooit snel. Mini Ronaldinho's op de pleintjes in de city. Derry op de scooter en AP in de hoofd 3. Half geplanteerd met red RMP. Ik was bijna voorbij gepasseerd, hè. Ik had hem bijna niet gezien. Hier, een klein ventje tussen die saaie nummers. Een tof ventje. Doe mij deugd. Het is zo dat je stad echt leert kennen. Kijk naar details. Ja, dat is linie, hè. Stickers vertellen waaruit. Blokjes. Hier ook een prachtige stickercollectie. Fantastisch. En hier, geen idee wat dat is, maar dat is positief beïnvloed. Kijk, voilà. Een sticker is soms wel meer werkstoken dan een andere. Hier, een sticker met lasers. Dat zijn goede stickers. Kijk, sticker. Het is ook een ideaal moment om je emoties los te laten, zodat de rest van de wereld dat toch kan horen. Je ziet hier die kwaadheid dat erin zit. En voilà, het is verewigd met een sticker. Fantastisch. En voilà, stickers. Het is toch iets fantastisch. Het zijn verhalen. Het is de mogelijkheid om jezelf in de straat te vereeuwigen. Lieve Gentenaars, ik zou zeggen, blijf plakken. Word je goed toch?